Hallo mensen, leuk dat jullie kijken bij een gloednieuwe aflevering van Evermind. Ik ben misschien naar de kapper geweest, misschien zie je het. Dus er is zal maar zeggen, wat afgegaan vergeleken in de vorige video. Dit is beter, hè? Maar race. Het eerste wat ik nog even wilde met jullie bespreken was de ontwikkeling. We zijn op dit moment niet meer het slechtste team. Er komen wat upgrades aan, maar het blijft wel hetzelfde verhaal. De ontwikkeling laat op zich wachten. Ik verwacht van Spanje niet al te veel. Het is nogal een moeilijk circuit, vooral met slechte auto's, met weinig rear-end grip. Ja, de auto gaat wegspinnen. Ik verwacht te gaan spinnen. Als het niet zo is, beter. Ik wil wel nog eventjes zeggen, bedankt voor het kijken van de vorige video. Hij is een beetje ontploft. We gaan gewoon lekker beginnen met de race. En veel plezier met het kijken. Okay, mooi, cameraatje uit. En dan ben ik er weer. Hallo. De training ging eigenlijk best wel goed. En we gaan nu door naar de kwalificatie. Zoals je ziet, de setup. Hij is best wel agressief. Dus we gaan kijken hoe dat gaat lopen. En dan gaan we naar buiten. En dan zie je het eerste rondje. Ja, het is niet al te best. Dan denk je nog als je over de streep komt. Oh, hey, dit is een goed rondje. Maar dan ga je kijken naar de tijden. En dan valt dat toch wel vies tegen. Dan eigenlijk denderen we helemaal door naar de laatste plaats. Of een van de laatste plaatsen. En dat kon ik ook gelijk voelen. De auto voelt gewoon niet goed. Dan zet ik aan voor het tweede rondje. En je gaat altijd proberen een beetje een gat te creëren met degene voor je. Dat als je gaat kwalificeren en diegene voor je gaat ook kwalificeren. Nou, we zijn sneller dan wel dan een Williams. Die haal je na een tijdje in tijdens je kwalificatierun. Nou, wat denkt Stroll? Oh, degene voor mij komt heel dicht bij mij. Wat gebeurt er? Gaat hij mee proberen in te halen bij de eerste bocht? Nou, wij gaan te snel op het rechte stuk. Hij kan niet bij ons komen, dus dat komt goed. Je ziet ook in dit shot, we rijden wel van hem weg. Hij is vlak achter ons, we zijn niet heel veel sneller. Hij komt ons godzijdank niet aanvallen, want dat doet Stroll nogal. Stroll maakt hele slimme beslissingen. Dan komen we over de streep, zijn we 2/10 verbeterd. En wat krijg je dan, denk je? Oh, dat komt goed, toch? P19. P19. Oh, dit wordt weer een heel gevecht. Welkom bij wat weer een fascinerende Spaanse Grand Prix beloofd te worden. Een race waarin Max Verstappen in 2016 zijn eerste zege ooit pakte met het Red Bull team. Na de dramatische aanvaring tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Krijgen we vandaag meer momenten voor het plakboek te zien? Het circuit de Barcelona-Catalunya. Een circuit dat coureurs zeker zal dwingen om zichzelf te pushen. Het bevat een zeer indrukwekkend rechtstuk naar bocht 1. Het rechterstuk bevat ook een DRS-zone, dus zullen er waarschijnlijk veel inhaalacties gaan plaatsvinden. Goed, de race staat op het punt te beginnen. Dus dit is hoe de startgrid er vandaag uitziet. Een geweldige kwalificatie van Charles Leclerc gisteren, waardoor hij op pole staat. En Max Verstappen stelt daarnaast op. Door naar de rest van de grid hebben we Sainz, Perez, Lewis Hamilton en Russell, Norris, Ricciardo, Fernando Alonso en Esteban Ocon. Bottas, Mick Schumacher, Kevin Magnussen en Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel en Alexander Albon. De eigenaar-coureur Latifi, Oscar Piastri en Lance Stroll vormt het slot van de grid. Gelukkig zijn we nog voor Stroll geëindigd, dat is een goed iets. En we zijn nog een beetje bezig geweest met de strategie, kijken of we toch iets anders konden doen. Maar helaas, dat ging niet. En dan gaan we gewoon lekker starten, hè? Ja, goed idee. De start is eigenlijk best wel heel slecht. Dat is gewoon, daar ben ik gewoon eerlijk in. De eerste bocht meteen, dan lijkt het erop dat we de beide Williams voorbij gaan. En het is een beetje aan de buitenkant vechten. Maar ja, onze downforce is echt te weinig. En worden uiteindelijk toch weer opnieuw terug ingehaald. Of ja, half. Door de Williams. Ze rijden nu wel echt voor ons. Stroll komt in onze buurt, maar wij remmen heel hard. Of heel hard, heel laat in. En we komen eigenlijk mooi rond Latifi heen. En we kunnen eigenlijk Strolls makkelijk achter ons houden. Ook meteen aan de volgende bocht. We hebben eigenlijk een goede exit en we zitten meteen ook achter op Vettel. Dat is ook zeker weer een mooi iets. We blijven eigenlijk wel achter Vettel en de groep rijden. Ze zijn heel eventjes van ons weg en daarna komen we eigenlijk meteen weer met hen terug. Ook Stroll zit meteen weer achter ons aan en dat is niet echt iets goeds. Want ja, we wilden eigenlijk wat verder op de grid staan. Dan komen we het rechte stuk op en zijn we eigenlijk meteen een heel stuk sneller dan Vettel. We gaan via de binnenkant het eerst proberen, maar hij verdedigt heel hard. En toen dacht ik, op het laatste moment ga ik dan naar buiten toe. En dan ga ik hem via de buitenkant inhalen. En dat lukt. Dan zeg ik het zelf. Wel goed gedaan. En we gaan rechtdoor, we gaan door naar de volgende bocht. En we zenden hem eigenlijk gewoon helemaal voorbij.
We zijn Vettel nu voorbij, maar ik denk eigenlijk nog wel dat we voorbij Guan Yu minimaal kunnen. We rijden eigenlijk op hem af. Ik zit geweldig hard te pushen. Ik heb een goede exit en we gaan het rechte stuk op. En Albon en Guan Yu zitten heel dicht bij elkaar. Ik heb DRS, ik rij op ze af. En ze zijn zelf een beetje aan het klungelen en zo. En dan denk ik, nou weet je, dan pak ik gelijk mijn kans ook. Pak ik 2 in 1 bocht. 2 haal ik in. Nou, een geweldige actie. Echt geweldig om naar te kijken. En ook leuk om toen ik aan het racen was. Het was echt een hele mooie actie. Maar dan, aan het eind van de ronde, Vettel haalt ze beide ook in en zit opeens op ons achter ons in onze gearbox te duwen. Dat was eigenlijk niet dat ik iets op had gerekend. Goed, we verdedigen en komt goed, maar we hebben eigenlijk, kan ik je wel vertellen, we hebben de hele race last van hem. Vettel is ondertussen oud en hij zit best wel in zijn midlife crisis, want hij probeert het nog een keertje. Hij zit aan de buitenkant, maar hij gebruikt zijn ERS niet meer, het is op, ik heb geen idee, maar opeens begint zijn topsnelheid in te leveren. En hebben we alsnog gewoon dezelfde positie. Maar eigenlijk heel simpel. Een paar ronden later komt hij toch weer opnieuw in de buurt. Volgens mij 6 of 7 rondes later. Hij is ons voorbij. Maar met een mooie actie kunnen we hem toch weer inhalen. Ja, wel gewoon. Dit is wel echt race TV. Oeh. Een paar bochten later probeert hij het. Maar ja, weer niet gelukt. Het is wel even lekker veel vechten. In de game is Vettel best wel eigenlijk een goede rijder. En het is best wel spannend met hem. We hebben echt wel last van hem. Maar we rijden nu voor nu eventjes weg. Maar nu precies een ronde later. Op een hele rare plek. We hebben een hele slechte exit. Maar hij komt meteen aan onze binnenkant. Heel bijzonder. Hij gaat met ons mee op de berg op. Berg. De heuvel op. En hij is ons voorbij. Dit is best wel even een dingetje. Geen idee waarom. Want hij zet zijn DRS niet aan. Geen idee wat daar aan de hand is. Waardoor wij dus onze ERS gewoon helemaal opmaken. We komen weer aan de buitenkant van hem. En we remmen hem toch weer uit. Het lijkt toch erop dat we meer grip hebben dan Aston Martin. Want we komen constant aan de buitenkant hun voorbij. Vettel is nogmaals een geweldige vechter. Nou, diezelfde ronde gaan we nog meteen de pit in. Ik moet op het allerlaatste moment, besef ik dat pas. Ik ga naar binnen toe. Ik rem op het allerlaatste moment dat ik denk dat kan. En het lukt. Ik heb geen penalty, godzijdank. Daar was ik toch best wel bang voor. Nou, dan rijden we naar binnen. Gaan we onze pitcrew gaat ons helpen. Gaan de bandjes erop zetten. En wat doen ze dan? Stelletje randebielen. Het is een beetje dom spul dat ik heb. Maar goed, de seconden die we verliezen, daardoor rijden we nu achter Albon. Dat is ook heerlijk. Waar we eerst voor reden, waar we keihard mee hadden gevochten. Die is ons weer voorbij. Nou, een ronde later. Mijn teamgenoot zijn voorbij gereden. Ze gaan 21ste en 22ste. Daar word ik niet vrolijk van. Maar ik ga omhoog. Ik ga naar rechts. En Albon en Latifi maken een soort raar gevecht of zo, ik weet niet wat het is. En we kunnen dichterbij komen, in ieder geval bij Albon. Nou, een paar ronden later, mijn teamgenoot die blijkt toch echt wel pace te missen. Want in Bahrein was hij heel snel, nu is hij zo traag. Nu dan rijden we door en een paar rondes later en we komen eigenlijk in de buurt van het groepje. Maar dan, na een paar rondes toch dichterbij te rijden. De eerste kans dacht ik pak hem gelijk maar weer. Want ik heb heel veel tijd in te halen. Het is wel echt heerlijk. Ik moet ook trouwens nu zeggen, denk je, wat is er? Zit je een herhaling te geven? Nee, ik was vergeten de laatste 10 rondes op te nemen. Dus ik heb de herhaling alleen. Dat is een beetje het ding. Dus schrik niet, het is allemaal goed. De video blijft doorgaan. Komt goed. Maar nu is het echt even pushen. Ik hou Albon in. En de volgende ronde daarop haal ik zijn teamgenoot Latifi in. En de ronde daarop haal ik Stroll in. Alle drie op dezelfde plek, in dezelfde bocht, op dezelfde manier. Heerlijk. En nu is het rijden naar Guan Yu. Dit is wel echt een gat van je welste. Vettel, weet ik niet of die ooit in de buurt van gaat komen, want die rijdt weg. Ze zijn wel merk ik, de hards zijn op zich hard. Die zijn wel goed om op te rijden, een of andere manier. Het is een betere set dan dat de mediums voor ons waren. Nu probeert Stroll het nog een keertje om ons aan te vallen. Hij is ons na een tijdje zelfs nog eventjes voorbij. Maar eigenlijk allemaal voor korte duur. Want wij rijden eigenlijk veel sneller. Wij zijn veel sneller op die hards. We halen hem gewoon makkelijk weer in. En we rijden eigenlijk nu gaan we proberen het gat dicht te rijden naar Guan Yu en naar Vettel. Oh, dat wordt nog een ding. Nou, achteraf blijkt ook dat het inderdaad best wel lastig is. Ik ben aan het pushen zoals je ziet. En de gaten die achter mij rijden, die worden wel heel groot. Stroll gehad, maar ik kan me echt niet meer bijhouden. Ik ga uiteindelijk veel sneller dan Guan Yu. Zoals je ziet de komende rondes, ik ben toch wel echt aan het inlopen. En Vettel, ja, die blijft eigenlijk ongeveer op hetzelfde plekje rijden van ons vandaan. En die is even snel ongeveer. Maar Guan Yu, daarmee komen we in de buurt. Alleen helaas, P17 is hem dan toch geworden. Het was op het einde nog heel even spannend zoals je zag. Maar helaas, het is hem niet geworden. Wel heb ik veel geleerd van de auto. Ja, ons teamgenoot heeft het weer niet goed gedaan. Maar ik kan het ook niet zoveel beschuldigen of echt kwalijk nemen van iets. Want ja,
kijken hoeveelste plek is hij geworden. Hij is plek 20 geworden, dus het is niet best. Ondertussen zie ik nu ook pas dat Max Verstappen uit is gevallen. Ik heb geen flauw benul wanneer dat is gebeurd. Waardoor we nog wel een gratis plekje hebben gekregen. Maar ja, dit weekend gewoon weer snel vergeten en doorgaan naar het volgende weekend. Ik vond het wel erg leuk dat jij keek. Reageer heel eventjes eronder wat je in hemelsnaam van deze serie vindt. Ik heb vaak veel likes en veel views, maar geen reacties. Reageer gewoon eventjes alsjeblieft wat je ervan vond. Heb je tips of zo voor mij? Moet AI hoger, lager? Zeg het allemaal in de comments. En dan zeg ik, houdoe. Houdoe, tot de volgende keer.